Welkom op ons familiebedrijf. Wij zijn de familie Vergaderen van Zachtfruit Schalkwijk BV. Wij telen hier rode bessen en bramen op meer dan 36 hectare. Naast het telen, sorteren en koelen wij ook. Al meer dan 40 jaar. Ik neem u graag mee over een rondje op ons bedrijf. Hier begint het seizoen met de teelt van de vroege bessen, het ras Junifer. Deze staan in een pot op substraat. Dat vraagt optimale watergift en bemesting en uiteraard een hele goede verzorging. Wat doen we nou aan duurzaamheid op ons bedrijf binnen de teelt van de rode bessen? We hebben een windhaag met diverse soorten wilgen en de zwarte els. Hier hebben we een lange bloeiperiode wat ondersteunt aan de bestuiving en schuilplaats voor de nuttige insecten. We hebben daarnaast ook de schuilmogelijkheden in de predasecthuisjes. Dit draagt ook bij aan een betere biodiversiteit en ondersteunt bij de plagen. Bijen zijn belangrijk op ons bedrijf. Ze zorgen voor een goede bestuiving en dus een goede productie. Omgekeerd doen wij hetzelfde. Wij zorgen goed voor de bijen door te zorgen voor veel biodiversiteit op ons bedrijf. Om te zorgen voor een gezond gewas en een goede kwaliteit maken we gebruik van chemische en biologische middelen. Uiteraard letten we erop dat deze middelen veilig zijn voor de nuttige insecten. Daarnaast maken we gebruik van regenkappen om het fruit te beschermen tegen de diverse weersomstandigheden. Wat we ook doen op ons bedrijf is dat we maandelijks watermonsters nemen. Hierbij monitoren we op residuen van gewasbeschermingsmiddelen. We zijn hier aangekomen bij de teelt de rode bessenteelt van het ras Rovada. Deze worden geteeld voor de lange bewaring. Ze worden in augustus geoogst en we kunnen ze wel bewaren tot april. Hier hebben we dus het hele seizoen rode bessen. Na alle gedane arbeid en de inzet van onze medewerkers kunnen wij trots dit product afleveren aan de consumenten.